Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We zijn nog steeds in Tsjechië en 4 december komen die video's. En het is nu op dit moment de eerste goede dag dat we hier zijn. Of eigenlijk de dag. En we hebben hier best wel wat ingekocht op het moment. Dus ja, ik wil het even aan jullie laten zien wat we hebben ingekocht. Binnenkort gaan we dit dus, zien jullie allemaal in de video's terug dat we dit hebben afgestoken. Maar voor nu laat ik even zien wat we hebben. En 4 december komt de eerste video, dus dat is komende zondag om 12 uur. Kom maar. Een mooie pijlen. Het staat Duitse pijlen, maar die mogen natuurlijk niet in Duitsland. Mooi ding, hoeveel waren die? 27 euro. 27 euro, nou een mooie meepakken. Sorry, 33. 33. Dat waren 27, het is 45. Hier een, even kijken, 6 inch. Color Chrysanthemum. Juist. Top. De eerste pakje 5 per 10. Die niet weg is, is gezien. Ja, mooie dingen. Zijn nieuw staat erop. Ja, die zijn al 10 jaar nieuw hier onderhand. Een pakje Cobra 10. Imitatie natuurlijk. Dat is hartstikke echt. CE-keurmerk staat erop, dus ook in Nederland mogen ze gewoon. Ja. Pakje Cobra 12. Ook imitatie natuurlijk. Maar ja, zo groot als een wc-rol, joh. Mooie dingen. Hier. Even kijken. Purple Peony to Chrysanthemum with Time Rain Willow Core. Dat 5 is inch. 5 inch. Pyromaravia ofzo. Pyromaravia, ja. Heet dat ook alweer. Die zijn trouwens best in opkomst, die shells. Eerder zag je die niet zoveel, maar tegenwoordig kun je die best overal krijgen. Ja? Nou, hier staat die, even kijken, 5 inch Puma Time Rain Willow Gold Tail. Ja, ook een mooie ding. Kijk, dit is een 3 inch Puma Red Glittering Willow. Mooi ding. Dat waren de shells. Deze hadden we gisteren ook al afgestoken, kunnen jullie komende zondag zien. Maar deze zijn echt hard, nummer 1. Hoeveel gram waren deze? Weet je 100. 100 gram? 100 gram mensen. Vergelijken met de Big Boy die in Nederland was. Nee. Ongeveer dezelfde fabrikaat, alleen ander labeltje. Super Cobra 20, een soort Delaferana, ander labeltje eromheen natuurlijk. Even benieuwd hoe die knalt. Delaferana Profi. Ja, is een imitatie natuurlijk, maar kijk wat het doet. Dit is de Cobra 16, zoals Ruben gisteren al zei. Echte Cobra. Alles in Cobra. Alles wat knalt in Cobra. Ja, lekkere marketing natuurlijk. Ja. Even kijken. Een beetje saai ook, weet je. Hier hebben we een pakje Dum Bum single shot. 30 mm. 30 mm. De hardste. 7 euro, hè? 7 euro voor een doosje. 7 euro voor een doosje. Ja, mooi om mee te pakken. 5x3. Ja, dat zijn mooie dingen. Weet je niet. Ja, sowieso wel. 5x12. Zijn ook mooie dingen? Ja, ook mooie dingen. Heeft u wel eens afgetrokken? Zal ik een geheimtje vertellen? Nou. Die zijn dezelfde als die Cobra 12 qua grootte en alles. Volgens mij zijn het gewoon dezelfde dingen. Ja? Alleen andere verpakking. Ja, dat zal best. Voor mij is het gewoon een Chinese fabriek die dingen allemaal maakt. En die verpakt ze gewoon iedere keer een andere verpakking. Eenmaal Cobra, de andere wel Viper. En... Ja, joh. Je kan ze ook PTD noemen, hè? PTD Cobra. Ja, dat komt binnenkort, hè, mensen? Ja? Even kijken, Delaferana, dit pak ik even gratis. Ja, deze zijn wel van Classic, die zijn dus wel serieus. Oh, ja, waarom is ze gratis krijgen, joh? Jezus. Maar deze zijn één gekeurd, categorie 3 vuurwerk dus. Er zit gewoon grips in. Ja. Nou, lekker gekeurd, zeg. Ja, heel boeien. Nou, ondertussen gaan we genieten van de natuur. Kijk eens hoe mooi. Prachtig riviertje. Ja, oh, sorry. Een shells. Anderhalf, hooguit. Anderhalf, nou ja. Kunnen jullie binnenkort zien. Daar hebben we er 2 van, trouwens. Ja. Ik ga even mee kutten. Juist. Hier een pakje. Ja, wat was dit, joh? Ja, strijkers. Niet lachen, hè. 4 euro. 4 euro, nou ja. 2 euro pp. Ja, dat klopt. Goede meenemer. Juist. En hier, waar we natuurlijk allemaal voor gedaan hebben. Ja, dit is echt ziek, mensen. Dit is echt ziek, mensen. Moet je kijken. Een ziek blok hier zo. XXL battery van Classic. Nee, de XXXXL battery van Classic. Okay, XXXXL battery van Classic. Hoeveel shots? 200. 200 shots, mensen. Moet je kijken, gek. Dus het is eigenlijk een dubbele... Dit is eigenlijk gewoon een dubbele 100 shots, op kijken. Tering, man. Ja, ik denk... shot is ongeveer zo. En dat is gewoon een dubbele. Categorie 4 vuurwerk, dames en heren. Dus ook in Tsjechië illegaal vanaf volgend jaar. Gruwelijk. Nou ja, dat gaan we vanavond even afsteken en dan zien jullie binnenkort in de video's. Op een streamlijn. Ja mensen, bedankt voor het kijken. Vond je deze video nou fucking ziek? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te abonneren. Komende zondag om 12 uur beginnen ze, de Tsjechië video's. En
Ja, we zijn nog niet klaar met Tsjechië, maar het is nu al geslaagd, toch? Helemaal mee eens. Laat die like achter en zie jullie komende zondag. 12 uur, ciao. Doei dan, kinders. Ja.